Goedendag vrienden, welkom bij de nieuwe Kinderbak podcast. Vandaag een hele bijzondere gast, daar gaan we vandaag zelf aan beginnen. Maar eerst, echt hartstikke bedankt voor alle positieve complimenten, commentaar op de podcast met Evert Oosdam. Evert Oosdam, jij zelf ook bedankt, dat je echt, je was all in, je was committed, je hebt alles gegeven. En ja, dat heeft de podcast echt de moeite waard gemaakt. En daar wil ik je heel erg voor bedanken. Iedereen die geliked, commentaar heeft gegeven, gesubscribed heeft, dus geabonneerd. Voor de oudere veteranen onder ons, voor die niet zo goed met internet zijn. Het is allemaal gratis, hè. Dus gewoon abonneren is een soort van like, ja. En ja, hartstikke bedankt, dat wilde ik even kwijt. Ja, ik heb hier iemand, een bijzonder persoon hier bij me. Ja, want ik heb Maaike Hogeboning hier. En zij heeft een boek geschreven. Oorlog in de operatiekamer. En ik heb het boek gelezen en ik kon niet wachten om met jou te podcasten, Maaike. Leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, jij ook bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de militairen en voor de mensen daar. Dus, nee, ik doe het niet alleen, hè? Dus nee, met een team. Maar ik wil jou om te beginnen echt bedanken. Ik heb iets gelezen waar jij van houdt. Ik heb het merk niet. ik heb het echte merk niet kunnen vinden. Maar het is wel Belgisch. Oh. Dit is voor jouw werk en ook voor je team dan. Oh, wat lief. Ja. Ja, chocola. Ja. Wat is het? Gillian normaal? Ja, maar dit is Gillian. Ja, er wordt niet meer zoveel gemaakt volgens mij. Vroeger kon je het overal vinden. Het is Belgische praliné. Ja. Leuk, lekker. Nou, ja. Dankjewel. Ja, want ja, kijk, ik wil hem gooien maar gelijk erin, Ken. Dit is zo begint jouw boek, Oorlog in de Operatiekamer. Voor de helden die hun leven hebben gegeven en die wij als chirurgisch team geen hulp meer hebben kunnen bieden. Dus nou, dat pakt mij gelijk. En dan denk ik van, maar ja, jullie hebben wel hulp kunnen bieden aan heel veel andere mensen die er gelukkig nu nog zijn. Dat klopt. En daarvoor wil ik jou bedanken. En ook voor het boek. Dus ik weet niet waar je neer wil zetten. Zullen we het zo doen? Zo. Ja. Maaike, oorlog in de operatiekamer. Waarom? Waarom heb je het geschreven? Nou, ik hield tijdens mijn uitzending hou ik eigenlijk altijd een dagboekje bij, gewoon voor mezelf, om op te schrijven wat ik allemaal beleefd heb. En ik stuurde ook onderdelen naar huis via de mail, hè, wat mijn belevenissen waren in de zandbak. Niet alles. Sommige dingen moest ik wel even een beetje weghalen om thuis niet minder ongerust te maken dan ze waren natuurlijk. Een soort van gedeeld dagboek. Ja, ik haalde wel de heftige dingetjes eruit. Of dat ik op de grond moest liggen voor raketaanvallen en dat soort dingen. Dat vind ik thuis natuurlijk niet leuk om te lezen. Dus gewoon een beetje koetjes en kalfjes stuurde ik dan naar huis. En ik doe naast mijn werk als operatiekamerassistent via het Veteraneninstituut het project Veteranen in de Klas. Dus op basisscholen, middelbare scholen. Vertel je jouw verhaal en wat is nou die veteraan, et cetera. En daar merkte ik ook dat heel veel mensen dat super interessant vonden. Wat doe jij dan? Hè? Iedereen denkt dat hij bij het leger aan bommen en granaten gooien. En dat is natuurlijk deels ook zo. Maar er zit ook een hele batterij aan andere disciplines achter. Waaronder de geneeskundige dienst. En toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Waarom ga ik dit niet op papier zetten? En 2 jaar lang achter mijn laptopje bezig geweest om mijn oude dagboekjes, hè, met die halve aantekening, om daar wel een goed verhaal van te maken. Ja. Ja. Aantal dingen, ik moet hierop reageren. Want we hebben voor de podcast gezegd, ik ben ook met een boek bezig, autobiografie. Ja. Dus ik doe het samen met een schrijver. En toen ik jouw boek las, Maaike, toen dacht ik echt van, sukkel, waarom heb je geen dagboek bijgehouden? Ja, maar dat is Kenny. Kenny schrijft geen, ik hou geen dagboek bij. Dus ik moet het anders gaan doen. Ja. Dus misschien moet ik vanaf nu dingen wel gaan noteren. Nou ja, dat kan je wel helpen misschien. Ja, ja. En ja, dat weet ik wel zeker. En ik wil, ja, we zijn erop gekomen, heb ik in de introductie helemaal niet gezegd. Ja, jij werkt op de operatiekamer, operatiekamerassistenten. Dat beschrijf jij in jouw boek. En dan kan iedere militair, veteraan, welk fucking onderdeel je ook zit, landmacht, luchtmacht, bouwen van de Kmar, lees dit boek. En wat jij, dat mag ik nou even vertellen, wat jij, zoals ik hem voor mij heb ervaren, is gewoon het leven omschrijven van echt de operatiekamerassistent, wat daartussen komt, wat jij zat op Kandahar. Ja. Hè? Dus wat de dagelijkse bezigheden daar zijn geweest voor jou. Maar dat komt altijd weer terug in je diensten op de
op de operatiekamer. En hoe dat leven daar, ja, hoe dat leven is voor iemand zoals jij, weet je, voor in de geneeskundige dien. En met name leven en dood, hoe dat naast elkaar loopt en hoe jij dat beschrijft. Dat is ongekend. Dus wat voor de podcast zijn. Maar dat is ook fucking defensie. En dat heb je hier terug weten te brengen. Van het ene moment sta je met een arm in de handen. Van iemand heb je geamputeerd. En daarna, kan 5 minuten daarna zijn, sta je met een green bean. Koffie in je hand, diezelfde hand. Want dan zit je dienst erop. En dan kun je... Om dat te lezen. Wauw. Zo van, en daar ben ik blij omdat je dat hebt gedaan. Weet je, dat is... Nou, leuk om te horen. Dankjewel. Dus ik ben echt... Ik heb door je boek heen gegaan. Verslonden, zeg maar. Nu terugkijkend erop. Dat heb je natuurlijk al gedaan. Nu zijn we al een stukje verder. Wat zijn de reacties op het boek? De eerste druk, daar ben ik al doorheen. Die zijn allemaal uitverkocht. Dus dat is wel super gaaf. Hoeveel boeken zijn dat? Dat waren er 1000. Dus voor een onbekende schrijfster die niemand kent, is dat natuurlijk best leuk. Tweede druk, ben ik er nu ook iets van 1000 al wel weer van kwijt. Dus dat, het blijft toch blijkbaar doorlopen. En blijkbaar wekt het interesse bij mensen om het te kopen en te gaan lezen. Dus ik vind het alleen maar leuk. Ik mag het allemaal meemaken. En dat vind ik echt super. En door dit boek zit ik onder andere ook hier vandaag bij jou. En allemaal van dat soort dingen die erbij komen kijken. Allemaal spin-off. Ja, ik vind het echt super gaaf. En op die manier kan ik mooi de geneeskundige keten zowel civiel als militair een beetje op de kaart zetten. En dat vind ik leuk dat ik dat mag doen. Ja, en nogmaals, complimenten, dat heb je goed gedaan. Want, ik zal het maar eerlijk zeggen, weet je, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van militaire boeken. En hoe heet het? Ik ben bang dat ik zoiets heb van shut the fuck up, weet je, wat lul je nou? Ja, maar waarom vind je het niet leuk dan? Nee, ik ben bang voor het... Oh jee, wat lul je nou? Weet je, als je zelf ergens geweest bent, dan wil je gewoon dat iets goed opgeschreven wordt. Dus ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar jij hebt dat goed gedaan. En nu weet ik ook waarom ik die boeken uit de weg ga. Ja. En dat heb jij namelijk ook op het einde gedaan. Als je thuis bent, mis jij het heel erg. Ja. En je bent net thuis. Ja. Maar dat kreeg ik dus toen ik het aan het lezen was. Want ik heb ook natuurlijk daar rondgelopen. Ja, en ik kreeg ook weer een gevoel van al die dingen die jij benoemde, green bean. Dat zijn toch wel even die mooie momenten die je daar terugbrengen. Ja. En dat was echt fijn. Nou ja, ik hoor van een hoop militaire veteranen die het lezen inderdaad. Een feest der herkenning. Hè? Ja. Opstaan, even naar de DFAC, even eten, sporten. Nou ja, daar bestaat natuurlijk je hele leven uit op uitzending. Want je hebt niks anders dan eten, werken, sporten, slapen. Ja. Met af en toe zo'n leuk avondje wat wordt georganiseerd. Of Jan Smit komt zingen. Of Rafaela. Rafaela van Idols. Die kwam geloof ik de eerste avond. Die moest gelijk plat op de grond, want er was een raketaanval. Dus, meer dan dat is er niet. In Nederland kan je zeggen, ik ga even, weet ik veel, de stad in. Of ik ga ergens uit eten. Of ik pak een bioscoopje. Nu met de corona ook iets minder natuurlijk. Maar daar bestaat jouw leven uit op uitzending. Super simpel. Ja, en dat beschrijf jij heel, heel goed. Voor de militair, ik moet gewoon heel eerlijk zijn, is dat leven voor mij, nu weet ik je leven, weet je. Dus wanneer komt er weer een gewonde binnen? Ja, ik zal maar heel eerlijk zijn, het klinkt te gek voor woorden. Want, wanneer gebeurt er weer wat? Ja, wanneer gebeurt er weer wat, hè? Ja. Eigenlijk, heb jij, ik ga die vragen wat stellen, fuck it. Leef je ook een beetje zo daar dan? Nou ja, aan de ene kant, je bent natuurlijk operatieassistent en de chirurg wil natuurlijk opereren. Wij zeggen heel vaak, chirurgen zijn snijgel. Dat vinden ze leuk om te doen en dat doen ze graag. En ik dus ook. Maar op uitzending zijn het wel je collega's die gewond zijn geraakt. En het maakt niet uit welke vlag ze op hun arm hebben op hun pak. Maar het zijn wel je collega's. Dus dat maakt het soms een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je wel werken, maar aan de andere kant betekent dat er mensen gewond zijn geraakt. En dat wil je eigenlijk niet. Dus ja, dat is soms wat lastig. Kijk, hier in Nederland op de OK zijn het natuurlijk ook mensen. Maar dat staat net weer wat verder van je af, zeg maar. Dat zijn dan toch geen collega's. Nee, want die dragen niet hetzelfde pak. Nee.
Gaan we er gelijk in. Want je gaat niet, jij helpt niet alleen collega's daar op die operatiekamer. Je bent in Afghanistan en daar is een strijdende partij, de Taliban. Maar en wij dan, de andere, de NATO forces. Ja. En die raken gewond, maar die komen allebei bij jou binnen, toch? Ja. In principe werd iedereen binnengebracht, inderdaad. Alle militairen, dus ook Afghaanse militairen, Afghaanse politie. Maar ook verdachten, noem ik ze maar even. Want ja, ik weet niet wat die mensen gedaan hebben. En, dat beschrijf je ook in je boek, hè? Ja, nou ja, dat is ook iets wat ik vaak op scholen zeg. Zou jij iemand helpen die ergens een bermbom heeft ingegraven? En dan roepen al die kinderen, nee joh, niet helpen op die operatiekamer, laat maar liggen. En nou, er zijn er ook een aantal die natuurlijk wel zeggen helpen. Ik zeg, ja, maar ik weet niet wat die man heeft gedaan. Wil ik ook niet weten om het voor mezelf wat makkelijker te houden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die beste man wordt bedreigd door andere mensen. Als jij dit niet doet, jij graaft die bermbom niet in, dan doe ik iets met jouw familie of noem het maar op. Ja, maakt jou dat dan een slecht mens als jij dan besluit om die bermbom in te graven? Omdat je, als je dat doet, een zak met geld krijgt wat je anders eigenlijk niet hebt en heel goed kan gebruiken. Dus dat, ja, dat is soms best lastig. En het is uiteindelijk natuurlijk ook een mens ja, die op dat moment medische zorg nodig heeft. En dat is waar wij daarvoor zijn, voor medische zorg. En tuurlijk zijn er allerlei regels en triage. Hè? Wie heeft als eerst de meeste hulp nodig? Die is als eerste aan de beurt. Maar die mensen komen ook bij ons voorbij. Ja. Ja. Ja, ja, dan link ik hem gelijk weer terug naar mijn eigen optreden in het operatiegebied. Ja. Want weet je, bij ons gaan ook wel eens heel vaak bommen niet af. Maar dat komt vaak ook door de mensen die jij omschrijft, die zo'n bom onder dwang hebben moeten neerleggen. En dat soms eigenlijk helemaal niet willen. Weet je, dus... Geen idee hebben hoe het in elkaar zit. Nee, precies. Of hoe ik dat ding effectief moet neerleggen. Of dat ding gaat wel af, terwijl ze ermee bezig zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ook meegemaakt. Die heb jij ook natuurlijk op je kamer, op de operatietafel gehad. Ja, kinderen ook wel. Veel, moet ik zeggen. En soms ook wel... dan gaan er van die verhalen dat de ouders heel trots zijn op die kinderen. En dan denk ik, hoe kunnen die kinderen dan aan die spullen komen? Hebben ze dat ergens gevonden? Of lag dat al in huis? Of... Weet ik. Ik heb op een gegeven moment een paar keer moeite gehad. Moeite met je boek gehad. Ik heb je toen ook een berichtje gestuurd van... Hey, fuck man. Want er overlijden heel veel kinderen. Ja. En dan breed je vader hart. Je bent zelf inmiddels ook moeder. Dat was je toen nog niet, toen je het boek... Klopt. Nee. Dus, toen ik op uitzending was, nog niet. Nog toen niet, ik aan, nee, toen, ja, nee, toen precies. Ik aan het schrijven was wel. Ja. Hou die vraag vast of daar verschil in zit in de beleving op operatiekamer straks. Ja. Parkeer hem even alsjeblieft. Ja. Nee, doe maar nu, want als ik wel dadelijk... Nee, heel veel kinderen overlijden, dat breekt je vader hart. En toen kwam er een verhaal, maar ik weet ook hoe hard het leven daar kan zijn. Ja, anders dan hier. Ja, hoe hard het leven. En ook dat moment komt in jouw boek waar je mee geconfronteerd wordt, krijg je zelfs een gedachte van, ja, misschien is het wat beter dat ze... Want wat moet je als kind hier met één arm? Maar veel kinderen overlijden en toen mijn vader hart brak. En op het moment dat ik het zo erg vond, dat kon ik me niet instellen, dat die moeder is aangereden. Oh ja. Die komt met een baby van 3 maanden en een kind van 5 jaar oud binnen. Met een heli, geloof ik, kan dat. En vertel dat zelf maar. Dat is horrifying. Moet even diep graven. Je hebt natuurlijk net van de week nog gelezen. Nee. Ze zijn aangereden, het babytje overlijdt aan de moeder heeft een gebroken been. Ja, die moesten we opereren. Ja. Het andere kindje kwam ook te overlijden, toch? Allebei de kinderen overlijden. Ja, en klopt. De moeder die overleeft dat. Ja. Met een beenbreuk in principe. Dat klopt. Nou, het is sowieso al... was het wel een wonder dat zij überhaupt was binnengebracht. Want heel vaak worden vrouwen niet eens binnengebracht eigenlijk. Zij was wel iemand van een welgesteld gezin. Waarom worden vrouwen vaak niet mee binnengebracht? Ja. Is het haar kinderen? Ja. Doe me voor de mensen die dat niet weten. Ja, stel ik deze vraag. Ja, dat durf ik niet exact te zeggen. Maar
ja, vrouwen zijn daar toch minder waard dan vrouwen hier in Nederland. Om een zo meer maar een, dienende, zeggen, een dienende rol. Ja. Ja, ja. Ja, dus zij kwam wel uit een welgestelde familie. En dat was volgens mij wel de reden dat zij bij ons binnenkwam inderdaad. En ja, die kinderen die waren volgens mij vrij vlot na dat ongeval overleden. En zij wist dus eigenlijk nog niet dat haar kinderen waren overleden. Want zij kwam natuurlijk bij ons op de operatiekamer terecht. En we hebben haar bovenbeen inderdaad toen gerepareerd. En ja, dan rij je zo'n dame terug en dan denk je, ja, naar de uitslaapkamer. En ja... Waar zijn mijn kinderen, ja. Dat is best wel, ja. Moest jij dat nieuws vertellen of iemand anders? Nee, ik hoefde dat gelukkig niet te vertellen. Nee. De persoon die dat moet vertellen, is dat de chirurg altijd? Meestal is de chirurg degene die komt vertellen hoe de operatie is gegaan en dat soort dingen. Ja, ik durf in dit geval eigenlijk niet te zeggen wie dat aan haar uiteindelijk verteld heeft. Ja, nou, nee, jij was blij dat jij niet... Ik stond waarschijnlijk weer bij de volgende OK te opereren. Ja. Dus ja, daar ben ik verder zelf niet bij geweest. Ik zei, parkeer hem even. Inmiddels ben je zelf moeder. Ja. Twee kinderen, eentje van 5, eentje van 7. Ja, inmiddels alweer 6 en 8. Zes en acht. Oh ja, want ik heb dat filmpje van vorig jaar natuurlijk gekeken. Sta je nou anders aan de operatietafel als er een kind in het spel ligt of nu? Of is dat hetzelfde voor jou? Nou ja, het is wel iets anders nu. Omdat je er zelf natuurlijk nu echt wel meer beeld bij hebt. Maar ja, op een of andere manier doe je een soort knop om en je bent dan aan het werk. Dus... ja, dan moet je even die moedergevoelens moet je even parkeren als het ware. En daar ben je dan op dat moment niet mee bezig. Want als jij tijdens zo'n operatie denkt, ach, dit is een kindje van 5 en is iemands kind en er zijn 2 benen af. En dan, nou ja, dan ga ik staan janken en dan kan ik dus niet meer werken. Precies, dan ben je de volgende die op de tafel ligt. Dan ga ik ook niet. Chirurg is blij dat hij weer mag snijden. Nee, maar dat ja, weet je, als je dat gaat doen, dan... dat gaat niet goed. Je moet wel een bepaalde afstand bewaren, denk ik. Ook met ouderen, ik bedoel, genoeg militairen, 23, 24 jaar. Dat ik denk, jeetje man, ik ben alweer zoveel jaar ouder dan dat jij. En moet je kijken hoe jij erbij ligt. Mm-hmm. Daar denk ik op dat moment niet over na. Dat komt later dan. Ja. Ja. Wanneer wist jij dat je bij de Defensie eigenlijk wilde? Nou, ik heb inderdaad eerst mijn opleiding tot operatieassistent als burger gedaan. En ik kwam Defensie tegen ergens op een congres. Die stonden daar met een standje. En ik heb het leger altijd super interessant gevonden en gaaf en het avontuur. En, ja. Maar ja, 6 maanden lang op uitzending vond ik toch wel een dingetje. En in welk vakgebied ook geen idee. En toen als operatieassistenten stonden ze daar. We zoeken medische collega's, operatieassistenten, IC, verpleegkundigen, noem het allemaal maar op. En toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wel een mooie combinatie. Ook het feit dat wij maar 2,5 maand op uitzending gaan, dat vond ik ook wel oké. Want 6 maanden vind ik echt heel respect voor iedereen die het doet. Dat vond ik echt wel dat ik dacht, poeh, dat vind ik echt wel lang. En nu ik ook die uitzendingen heb gedraaid, denk ik ook, als je... sommige uitzendingen heb je het heel rustig. Ik ben bijvoorbeeld in Kosovo geweest. Er was absoluut geen oorlogsdreiging. Dus ik heb daar niet veel geopereerd. Nou ja, als je dat 6 maanden zou hebben en je hebt 6 maanden niks te doen, dan zijn 6 maanden best heel lang. Maar zoals die 2 keer in Afghanistan, dat je iedere dag toch wel hard aan het werk bent. Als je dat 6 maanden moet doen met zoveel ellende, denk ik ook niet dat dat goed voor een mens kan zijn, om het zo maar te zeggen. Nee, sowieso niet. En zeker niet in jouw vak. En ik begreep dat als je jouw boek leest, begrijp je die 2,5 maand. Ja. Precies, want wat jij in die 2,5 maand voor je kiezen krijgt, is pittig. Dus dat kan ook niet langer. Nee. Normaal, als ik kijk naar mijn eigen missies, als infanterist, wij hebben wel 2 standaard missie, aan en uit. Ja. Op de base ben je uit, kan een raket vallen, weet je. Maar buiten de poort staan we aan. Ja. Jij staat op de base constant aan. Ja, want je hebt een pieper en je kan constant eigenlijk opgeroepen worden. Dus er is geen uit en even rust voor jou.
Nee, ja, je hebt 24 uur per dag dienst eigenlijk. En die pieper moet je de godganse dag bij je hebben. Want ja, we hadden best wel eens, we hadden zeg maar twee teams overdag in het ziekenhuis. Twee operatiekamerteams. Dus we konden op twee operatiekamers tegelijk opereren. En dan s'avonds hadden we één team voor s'avonds en s'nachts. Maar ja, er waren ook best wel eens dagen dat we met drie teams overdag al bezig waren. En ja, dat er soms nog wel eens een vierde team bijgeroepen moest worden. En dat derde team was natuurlijk dan ook al een extra team. Dus ja, dan werd je op je off day, hè, als je een dagje vrij had, werd je dan toch opgepiept om toch te komen. Ja, dat hoort erbij. Ja. Beetje een brandweerfunctie, hè. Soms moet je rennen en soms niet. Ja. Het is vaak niet, maar als je moet, dan moet alles kloppen. En ja. dat is bij jullie ook. We hebben een vak, een beroep, dat draait het om levens. Ja. En leven en dood staat echt ja, naast elkaar, zeg maar. Absoluut. En dus als wij, ja, kunnen, ik in een vuurgevecht, wij zijn niet, ja, we hebben die luxe niet. We mogen geen fouten maken. En nee, zeker op een operatiekamer, niemand mag daar fouten maken, want er hangen levens ja, dat vanaf. Klopt, dat klopt. Maar ja, dat begint al voor in het veld, hè? Ja. Met de medics die daar al de eerste hulpen beginnen toe te dienen. Care under fire noemen we dat. Hè? De kogels vliegen nog om je oren, maar hun proberen al gauw dat infuus erin te krijgen. Noem het allemaal maar op. Tourniquet aanleggen en hup, gauw in die helikopter. Mm-hmm. En door richting het ziekenhuis. Dus dat is natuurlijk de hele keten die super belangrijk is. En dat begint daar vooraan al in het veld op het moment van gewond raken. Ja, je zegt tourniquet. Dat komt ook bij jou in het boek terug. Zeventum, kan dat? Verwijs je naar hoe belangrijk tourniquets zijn. Ja, ja, absoluut. Ja, kun je daar wat over vertellen? Nou ja, tourniquet bestaat eigenlijk al heel lang. Kunnen we dat laten zien, Michel? Ja? Dat, ja, eigenlijk... Ja, sorry, vertel maar. Ja, dat geeft niet. Sorry bro, pull that shit up. Nee, ja, tourniquets in principe in Zaventem, daar was toen de bomaanslag in België. En zoveel mensen renden natuurlijk naar buiten, maar de militairen die daar waren, die renden dus juist op het gevaar af, die renden naar binnen. En in principe heeft iedere militair een tourniquet bij zich voor zichzelf, hè, in geval van een schotwond of inderdaad een amputatie van been of arm. Dan kan je dus dat ding om je arm of om je been binden om de bloeding te stoppen. Want de meeste militairen die gaan dood aan verbloeding in het veld. Klasse bro, dankjewel. Ja. En het is een heel klein dingetje, maar het werkt echt super, super goed. En je moet dat ding aandraaien, zodat je denkt, ook al schreeuwt die andere de tent bij elkaar, blijven draaien. Ader moet dicht. Dicht draaien, zo hard als je kan. Je kan hem beter te strak draaien dan te los. Want als die te los zit, blijft het bloeden. Overlijdt hij sowieso? Nou ja, de kans is dan natuurlijk wel groter. Schrijf ook op hoe laat je dat ding hebt aangezet. Dat is voor ons fijn om te weten, want langer dan 2 uur willen we het liever niet. Maar die daarom is dat zo belangrijk, met die T en dat tijdstip. Ja, dat werd je altijd geleerd. Hè? Met een dikke marker op het voorhoofd. Nou, er zit tegenwoordig een mooi wit vlakje op het tourniquetje waar je het op kan schrijven. Mooi, dus mooi, je hoeft man. Het niet meer op je voorhoofd te zetten. Dan loop je nog 3 weken mee. Dat hebben ze bij mij ook geprobeerd, maar dat lukte niet. Bij mij hebben ze het tourniquet in mijn voorhoofd proberen te draaien. Oh, heerlijk dit. Wij kunnen mooi. Dat. Ja. Nou, gelukkig je voorhoofd en niet hier. Hè? Dus gooien we zo eruit. Dus daar zijn jullie blij mee dat je dat weet. Na 2 uur? Ja, dat is voor de weefselsterfte. Je weefsels hebben natuurlijk zuurstof nodig. Dus als dat 2 uur lang geen zuurstof krijgt, dat is voor de conditie van de weefsels niet goed. Dus dat golden hour wordt ook steeds duidelijker. Dat klopt. Daar heeft dat golden hour ook zeker mee te maken. Maar die militairen in Zaventem, die zijn dus naar de plek des onheils gegaan. En die hebben daarbij bij de gewonden hun tourniquets gebruikt om die aan te leggen bij de mensen die daar gewond bij zijn geraakt. En daardoor hebben ze best een hoop levens gered toen. Dus dat is een belangrijk ding. En sinds Zaventem volgens mij zijn ook heel veel politie en brandweer ook uitgerust met tourniquets nu. Dus dat is wel een goede zaak. Ja, maar dat is ook goed. Dat is dat lessons learned van elkaar. Ik ben sowieso echt van mening dat de politie... Dat dan is ook goed dat nou heel veel veteranen bij de politie gaan komen. Dat die kruisbestuiving, weet je. Ja, we kunnen heel veel van elkaar leren. Ja. Absoluut. De kruisbestuiving moeten we ook vasthouden voor de marine. Want je hebt elke keer kruisbestuiving mee gedaan. Nee, je zei net... daar gaan we ook een beetje naartoe, hoor. Ja, dat is goed. Je had het over... hoe heet het? Team. Leg maar alsjeblieft even uit hoe jullie team in
Kandahar uitzag. Ja. Het chirurgisch team, zeg maar. Ja. Nou ja, op zich is dat in Nederland eigenlijk hetzelfde. Want we werken op uitzending hetzelfde als dat we in Nederland werken. Je hebt altijd één chirurg bij je, dat is de operateur. Je hebt een anesthesioloog bij je. Dat is degene die de patiënt in slaap maakt. En zorgt de Klaas Vaak van de eenheid. Ja, dat is de Klaas Vaak inderdaad. Ja. Die zorgt dat je geen pijn hebt, slaapt, et cetera. Maar dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met een anesthesiemedewerker. Dat is zijn of haar rechterhand. Die varen de boot, het schip, om het zo maar te zeggen. En de anesthesist is eindverantwoordelijke. En samen zorgen zij er dus voor dat je goed slaapt en er geen pijn hebt. Twee slaap en pijn. Ja. Maar de anesthesiemedewerker, de anesthesist is er altijd bij het in- en het uitslaap maken van de patiënt. In de tussenliggende periode is de anesthesiemedewerker aanwezig. Wat er dan dus voor zorgt dat de anesthesioloog bijvoorbeeld op de eerste hulp nog hulp kan bieden als er iemand een beademingsbuis moet krijgen of op een andere operatiekamer ook daar een patiënt in slaap kan dus maken. Dus die heeft eigenlijk een soort neventaak? Ik vraag dat, is misschien een beetje een rare vraag. Ik vraag dat omdat de Amerikanen werken anders daar. Ja, dat klopt. Die hebben geen anesthesiemedewerker. Nee, dus hier in onze Nederlandse setting en op uitzending kan je dus zeg maar met twee anesthesiemedewerkers en één anesthesist zou je twee operaties tegelijk kunnen doen. Ja. Terwijl in de Amerikaanse setting zit er dus één anesthesist continu naast de patiënt en kan je dus geen andere patiënt tegelijkertijd opereren. Of je moet een tweede anesthesioloog bij je hebben. Ja. Dat kan. Ik was ook weer gelijk een beetje trots toen ik dat las. Weer typisch dat Amerikaanse en dat en dan dat oplossende denken van de Nederlanders. Hey, als iemand niks doet, dan kan hij gewoon wel wat doen en is hij nog steeds effectief. Ja. Nou ja, kijk, anesthesiemedewerkers die kunnen prima zelf in en uit slaap maken. Alleen, dat mogen ze niet doen, want het is geen anesthesioloog en die is eindverantwoordelijk. En naast de chirurg, die heeft dan dus ook twee rechterhanden. Dat zijn dus dan twee operatiekamerassistenten. Een van de operatiekamerassistenten die gaat dan steriel aan tafel staan, zoals wij dat zeggen. Dan trek je dus, ik zal het even laten zien hier, trek je dus die steriele jas en die handschoenen aan. En dan creëer je een steriel gebied om te gaan opereren. En als ik dan steriel aan tafel sta met mijn handen zeg maar in die buik, even letterlijk genomen, en ik heb nog meer gazen nodig of een andere hechting of wat dan ook, dan kan mijn collega omloop, die kan die spullen uit de kast pakken, uitpakken en aan mij de steriele inhoud geven, zeg maar. Dus dat is een beetje zoals wij werken. Of als ik nog meer instrumenten nodig heb, dan kan de omloop, die gaat dus omlopen. En die gaat die spullen dan dus voor het steriele team halen, zeg maar. Kan het zijn dat je met een ander team, dat een Amerikaan, aan de tafel, aan de operatietafel staat? Ja, dat kan zeker. Ja, wij hebben toen wel met een gemixt team gewerkt. Daar komt wat bij kijken, want dan kun je niet zeggen wat het steenkolen Amerikaanse doen. Kun je dat uitleggen? Waar dat mis zou kunnen gaan? Nou ja, er zijn natuurlijk ook best wel veel materialen hebben natuurlijk allerlei eigen benamingen. En het is wel belangrijk dat je van tevoren even goed wordt ingewerkt en even alle namen weet. Ja. Ja, je hebt in je boek heb je een hele leuke omschrijving. Give me the daar heb ik natuurlijk daar die bladzijde weet niet van alles heb ik dat, alleen van die niet, omdat ik er net op kom. Dat hij iets aan moet geven en dan zou hij het fouten aan kunnen geven, zeg maar. En zo van, dat hebben we helemaal niet nodig, maar daar kom ik nou helemaal niet op. Ja, ik zie nou even deze foto. Oh ja. Jij ja. deed dat graag, hè? Ja, zat graag langs, ik zat graag langs de vliegstrip. Ja, ik vond dat super. Even uitleggen voor de mensen. De reden dat het ziekenhuis natuurlijk zo dicht op de vliegstrip staat, is omdat de patiënten dan gelijk van, als ze geland zijn, de OK op kunnen, de ziekenhuis in. Klopt. Ja, weer die golden hour, hè. Zo snel mogelijk hup door richting het ziekenhuis. Ja, maar als ik even niks te doen had, dan pakte ik een boek en ging ik inderdaad met factor 50 op de armpjes even langs de vliegstrip. Was niet altijd even handig als er wat voorbij raast, dat je gelijk een zandstorm hebt. Maar ik vond het machtig om daar te zitten en naar alles te kijken wat voorbij vloog. Ja, dat was super gaaf. Heeft dat ook een soort van stomen, dat je even
Dat het anders is, dat je even... Ja, misschien wel. Even uit het ziekenhuis, even met je, even kop die zachte steen opzoeken. Ja, even met je kop in de wind. En ja, er is daar altijd wel wat te zien. En dan vliegen allerlei bizarre vliegtuigen rond. En ja, het was altijd de drukste single one-way vliegveld daar. Eén start- en landingsbaan. Ja. Maar alles gebeurde daar. En dat, ja, super gaaf. Zullen we eens even voor de niet-militairen uitleggen dat Kandahar Airbase, waar we het nou over hebben, eigenlijk die grote kazerne, dat het gewoon een klein dorp is waar 30.000 mensen absoluut zitten. Ja, ik ben er 2 keer geweest, maar ik heb nog steeds die hele basis niet gezien. Nee, je had een autootje nodig om rond te rijden. Ja, jullie hebben heel af en toe een MB en fiches aangeschaft. Ja. Waarom ja. was dat? Nou, die MB die mochten we af en toe eens even lenen. Die hadden we niet tot onze beschikking. Maar die fietsjes die waren wel super handig, want we moesten ongeveer 10 minuutjes lopen naar het hospitaal. En met de fiets ben je natuurlijk gewoon sneller. Was er echt nood aan de man en werd er een alarm of iets afgegeven dat we snel naar het ziekenhuis moesten. Dan werd er vaak gebruik gemaakt van een duty driver. En dan kwam er een busje aan en die reed dan naar ons vertrek, want alle medische mensen lagen allemaal in dezelfde slaapgebouwen. En dan konden we met z'n allen in een soort quibus, zie je het maar zo, hè? Ja, hup, ja. Iedereen erin en met de bus naar het ziekenhuis en daar werden we uitgeladen en dan konden we allemaal aan de slag. Oké. Ja, dus het was wel goed geregeld. Er vallen ook wel eens raketten daar. Ja. Die base wordt eigenlijk dagelijks bestookt met raketaanvallen. Ja. Ik heb je in een filmpje op internet, daar praat je met kindjes, daar leg je eigenlijk uit dat de stad zo groot is als de stad Utrecht, ongeveer. Ja. Dan zeg je ook, vind ik wel grappig, van ja, moet ik wel heel erg veel pech hebben, wil op die dag, op dat moment, raket op mijn hoofd vallen. Maar de kans is er en daarom moet je een aantal handelingen doen. Dus is dat bij jou ook een paar keer overkomen? Ja, zeker wel. Ja, ik moet zeggen, gelukkig niet zo vaak als ik buiten liep. De slaapgebouwen waar wij sliepen dus niet bij onze Nederlandse collega's op de Dutch Compound. Wij sliepen in supermooie, net nieuw gebouwde, à la Center Parks, bakstenen gebouwen met airco. Maar die waren wel raketveilig. Dus als er een raketalarm afging en wij waren in onze kamer, het enige wat ik hoefde te doen was binnen te blijven en te melden dat ik oké was. Ik heb ook een keer bij de eetzaal gestaan met de hele club en toen ging ook het alarm af. En toen lagen we dus inderdaad met z'n allen op de grond en we waren er een kwijt, want die stond nog buiten en wij stonden al binnen. En dat is dan toch wel even hartslag even door het dak. Die raketten die worden natuurlijk, er zijn een bepaalde binnen-buitenringen in die kazerne, zeg ik, die base. En die raketten die worden eigenlijk in een boog, een soort van krombaan afgevuurd, anders komen ze niet. Dus de reden waarom jij moet dan naar de drill is dat je plat moet gaan liggen op de grond, is omdat die ook wel eens op het dak kunnen komen. Ja. En de situatie die jij beschrijft waar jullie sliepen, betekent dat er bovendekking is. Hè? Dus die is raketveilig. Ja, het ziekenhuis had aan de zijkant van die grote betonblokken, maar inderdaad op het dak dus niet. Dus als we in het ziekenhuis waren en het raketalarm ging af, moesten we eigenlijk plat op de vloer. Maar ja, je begrijpt ook als wij aan het opereren waren. Dat schrijf je ook, ja. Ik kan niet die jonge man daar laten liggen zonder anesthesiemedewerker en anesthesist en narcose en pijnstilling, et cetera. Want dan gaat het niet goed. Dus op dat gebiedje was het dan weer geen boven. Nee. In 2010 niet. In 2011 was het een gloedje nieuw gebouw. Toen hadden we wel een raketveilig gebouw. Heb jij weer. Ja, maar in 2010 was het nog niet. Nee. Maar part of the job dan, denk ik. Ja. Hoort erbij, maar ik kan me ook niet voorstellen dat je dan gaat liggen. Dat doe je niet. Nee, je schiet natuurlijk wel in eerste instantie in je drill. Je hoort dat geluid en je denkt gelijk, neer. En je kijkt elkaar eigenlijk allemaal een beetje verschrikt aan van wat doen we? Mm-hmm. En eigenlijk is het dan, we gaan door met waar we mee bezig zijn. En wat moet je doen als je niet op een plek bent die bovendekking heeft? Dan moet je dus inderdaad 2 minuten plat op de grond en je helm en je scherfvest, als je die bij je hebt, opzetten daarna. En zo gauw als dat je kan richting een bunker rennen en daar blijven zitten. Net zo lang totdat je het sein all clear krijgt. All clear krijgt, hè? Ja. En dat kan een half uur zijn, maar dat kan ook 8 uur duren, afhankelijk van hoeveel raketten er worden afgevuurd en waar ze liggen en of ze gemakkelijk onschadelijk gemaakt kunnen worden. Werd je soms niet gek? Ja. Valt toch niet op mijn hoofd. Nee, dat niet, maar
Nee, maar vooral op van die rotmomenten. Midden in de nacht, liggen lekker te slapen, gaat het alarm weer af. Weet je wat, dat soort dingen. Dat je denkt, ja, en bedankt ja. jongens. Ja, leuk. Dat zit er wel heel erg in bij jou. Dat schrijf je ook op het einde van je boek. Maar dat heb ik ook hoor. Als het luchtalarm hier afgaat. Dat is maar één keer in de maand. Ja. Maar iedere keer zit mijn fucking hart in mijn keel. Ja, ja als je even denkt, wat is er aan de hand? Wat ja. is er aan? Oh ja, het is maandag. Oh ja, het maandag, is het ja. ja, klopt. Ja, dat is echt klote. Ja. Ik denk dat iedere militair dat wel herkent, denk ik. Ja. ja. Ik bedoel, ik lig niet gelijk op de vloer. Maar je hebt wel even dat moment van, oh, wat is dit? Oh ja. Ja, precies. Okay. Ja. Soms ben ik gewoon heel boos. En de andere keer moet ik gewoon ook weer lachen. Weet je, zoals jij dat beschrijft, als je een adaptatieprogramma hebt op Kreta. Ja. Dat je pieper, want je werkt dan met piepers. Ja. Dat je die idee aan het zoeken was. Ja, dat heb ja. ik dan met mijn Glock. Ja, ja die was ik tijdens die adaptatie inderdaad aankleden. Ja. Waar is die pieper? Ja, die moest je dag en nacht bij hebben. Dus ja, dat is je vriend geworden, om het zomaar te zeggen. Je bent nergens zonder pieper. Dat ding ging mee de douche, dat ding ging mee naar de sport, overal mee naartoe. Heb ook vaak gehad, sta je op de loopband en dan gaat dat ding af. En dan kom je met je bezweten harsjes en je korte broeken aan in het ziekenhuis om te gaan werken. Ja. Speaking of sporten, je sport graag? Ja, zeker. Ik zie ook op jouw Instagram, ik zie gewoon echt een beest voorbij komen. Ik zag je laatst wat... gewicht omhoog pakken, trekken. Ja. Ik heb vroeger heel lang geijshockeyd. Vanaf een jaar of acht tot, totdat ik zwanger was van de eerste. En uiteindelijk die ijshockeybroek niet meer dichtging. Toen dacht ik, het wordt nu wel tijd om te stoppen. Niet zo fast, Mike. Niet zo fast. Ze is bescheiden. Want ze is gewoon, je bent gewoon international geweest. Ja, captain ook. Van het Nederlandse team. Meer dan 50 interlands. Ja, dat klopt. Ja. Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb voor het Nederlands vrouwen ijshockeyteam ook gespeeld. Ja. Dit is typisch, dit zijn wij. Veteranen, militairen. Echt zo bescheiden altijd. Mag je best zeggen. Ja, nou ja. ja. Maar dat doe ik wel voor je. Dus dus vanaf je achtste tot je buikje kreeg. Tot die buik niet meer, die broek niet meer dicht ging over die buik. Toen ben ik inderdaad gestopt. En... iedereen met kinderen weet dat de eerste paar jaren tropenjaren zijn. En dat je om 8 uur 's avonds knock-out op de bank ligt zo ongeveer. Toen kwam er 2 jaar later nog een tweede. Dus dat sporten stond allemaal een beetje op een laag pitje. En toen ben ik een beetje gaan spinnen en bootcampen een beetje gedaan. Maar ik vond het allemaal niet zo fantastisch. En het ijshockey, dat heb ik toen eigenlijk niet meer opgepakt. Omdat we gingen pas heel vaak op dinsdagavond pas om 10 uur het ijs op. Ja, weet je, als ik om 8 uur op de bank neerplof, dan heb ik om 10 uur echt geen zin meer om te gaan sporten. En op vrijdagavond bijvoorbeeld om 8 uur hier in Geleen, hier redelijk in de buurt, de Glane Broek ijsbaan, om daar een wedstrijd te spelen. Of in Groningen op zondagavond 8 uur, weet je wel. Je bent 12 uur, 1 uur ben je s'avonds thuis. Nou, ik had daar met 2 jonge kinderen niet echt zin meer in. In het noorden van Nederland en het zuiden van Nederland. Ja, maar dat was de competitie. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel ijsbanen. Ja. Dus je reed het hele land door. Dus toen... heb ik geloof ik nog een keertje de Vierdaagse gelopen. Vond ik ook wel leuk. En toen daarna vond ik bij mij een crossfitbox. En daar ben ik begonnen. En daar heb ik eigenlijk wel een nieuwe verslaving in gevonden. Ik zie het. Ja. Als ik tijd heb, dan ben ik daar vrijwel iedere dag. Moet ik zeggen. Ja, pak ook wel af en toe 1 of 2 dagen rust. Maar de momenten dat ik kan, dan ga ik zeker even een uurtje crossfitten. Ja. Maar ik merk ook dat ik... Moet leren rust pakken. Dus, is ook net zo belangrijk eigenlijk. Misschien soms dan wel belangrijker. Ja, want de zomer is voorbij en oktober is altijd mijn switchmaand. En nou ga ik weer heel veel sporten. Ja. En ik ben ook al 4 kilo kwijt deze maand. Maar ik moet gewoon weer... ik doe dat. Ik vreet me dik en dan weer... en als het winter wordt, ga ik weer trainen. Dus weet je, mijn geest werkt heel raar. Maar dan werk je weer aan je summer body, toch? Ja, nee, want voor de zomer... Oh, dan is het alweer klaar? Oh. Nee. Trouwens, ik heb 1 keer een zomerlichaam gehad. Dat was denk ik toen ik 17 was. Daarna hield het ook echt op. Ja. Maar ik vraag je dat natuurlijk van het sporten. Want op een gegeven moment kom je ook in een soort... als je jouw boek gaat lezen, merk je... Je komt aan. Wennen, acclimatiseren. Langzaam je wordt ingewerkt. Ja. En dan langzaam gaat het rooster draaien. Ja. Maar dan moet je de momenten dat je niet op de... In de mic praten, lul. Dan moet je de momenten dat je niet werkt... Ga je langzaam... Kun je echt
mee aan te doen, wat jouw routine gaat worden buiten die OK om. Ja, is wel leuk. En dan merk je gewoon dat je heel graag sport, gaat spinnen. Ja, klopt. Ja, dacht is geen sporten, maar... Nee. Zeker niet als je laatste wordt in toernooi. Nee, maar je gaat bij verschillende... sporten komt echt terug. Nou ja, sporten is ook wel iets... ontspanning door inspanning. En het maakt gewoon je hoofd leeg. Je bent alleen maar daarmee bezig. En ik zei toen wel van de week, ik ben altijd zo'n type die 30 tabbladers open heeft staan in mijn hoofd. Ik moet dan. En als ik aan het sporten ben, dan heb ik dat dus niet. En dan ben ik gewoon even lekker bezig. Ja. En ik hou ook wel van een uitdaging en mezelf uitdagen. Dus dat vind ik daar ook wel in, ja. Ja, dat is ook goed. Nou, je hebt jezelf ook uitgedaagd. Dit is wel echt mooi. Je hebt jezelf ook nog een keer extra uitgedaagd op... tijdens je missie, tenminste geval wat je de missie waar je oorlog in de operatiekamer beschrijft, die missie, dan kom je op een gegeven moment gewoon Canadese National Hockey League spelers tegen. Ja, super cool. Ja, die waren daar gewoon, die werden met ingevlogen. Met de fucking Stanley Cup. Met de Stanley Cup. Kijk ja. Dan. Ja, daar zit ik in het midden bij die twee oudere mannen. Ja. Dat waren allemaal oud international. Hockeyspelers. En die waren ingevlogen door de Canadezen om daar een paar potjes te streethockeyen dan. Hè? Want ijs is een beetje lastig daar. En ik als vervente oud ijshockeyspeelster wilde daar natuurlijk wel mee meespelen. Dus ik heb me in het ziekenhuisteam binnengepraat. En die dachten, nou, laat dat meisje maar een beetje meerennen. Niet wetende dat ik natuurlijk wel een balletje kon meppen daar. Ja. Dus ik was als enige dame daar. En ik had helemaal naar mijn zin. Ja, en ik werd ook You Crazy Dutch Woman genoemd. Ja, dat klopt. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Het was geloof ik 50, 55 graden. Je moest na iedere drie stappen een slok water nemen. Want je had een leren tong in je mond. Maar dat was echt fantastisch. Denk ik, waar kom ik nou in hemelsnaam de Stanley Cup tegen? Ja, dat bedoel ik. In Afghanistan. Stan. Wie bedenkt zoiets? Ja, dat is ook ons werk, weet je. Ja, dus ik inderdaad naar mijn oude ijshockey mannenteam teruggeappt van of een mailtje gestuurd. Ik heb Stanley Cup, oud NHL spelers. Oh, kikken. Ja, gaaf, hè? Ja, dat was wel heel gaaf, ja. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dat mag ik dan toch maar weer meemaken, ja, nee, denk ik dan dat maar. Bedoel ik. Ja. En daarna is het gewoon weer mensen in elkaar... Ja, daarna elkaar is het weer aan het werk, ja. Ja. Hey, op een gegeven moment... dit is wel een verhaal, zeg. Op een gegeven moment... wij gaan gewoon van Stanley Cup naar Nederbaten eraf. Ja, maar ja, zo is het ook. Op een gegeven moment, maar zo is jouw leven ook. Dus zo wil ik de podcast ook doen. Ja. Even daar in ieder geval. Ja, hier thuis niet hoor. Alleen met Halloween. Nee, ja, nee. Nee, maar op een gegeven moment, de ledematen, die moeten ook. Waar gaan die naartoe? Vertel me daar. Nou, dat ligt er een beetje aan. Ik zal het anders inleiden. Ik moet het even inleiden. In Afghanistan hebben we heel veel te maken met geïmproviseerde explosive device, bermbommen. Ja. Dat betekent dat die vaak afgezet worden door erop te gaan staan. Ja. Dus heel veel mensen hebben beenverwondingen. En sommige, wat je in het begin van de podcast zei, dat mensen bij neerleggen van de bom gaat die al af. En die missen dan een stuk arm ledematen. Dus die moeten afgezet worden. Ja. Nou heb je hem ingeleid, kinderbak. Dus nou geef ik hem weer aan jou. Ik pas hem met hockey. Ik hockey die bal even naar jou. Yes? Dat doen we wel heel veel. Dat is wel iets wat regelmatig voorkomt. Maar die vaak zijn de ledematen dan eigenlijk al ter plekke verdwenen. Als je er echt op gaat staan, dan blijft er niet heel veel meer van over. Van de militairen werd het altijd afgevoerd. Moesten wij het altijd in een soort biohazard zak doen en naar een of andere gruwelijke, witte, stinkende container brengen. want daar werd al het medisch afval, zeg maar, verzameld en dat werd dan uiteindelijk allemaal verbrand.
Maar bij de Afghanen bijvoorbeeld, die wilden graag dat hun ledematen bewaard blijven. Ja, maar en dat was voor mij raar, raar om te lezen. Want dan denk ik, blaas jezelf dan niet op. Ja, nou ja, heb je een goed punt misschien. Maar ja, die moesten we dus bewaren. Ja. Die werden gelabeld en die gingen naar het mortuarium dit hoort bij patiënt A en dit hoort bij patiënt B. En dat werd daar bewaard, want ja, als ze uiteindelijk kwamen te overlijden, dan werd alles bij elkaar gedaan. Gelegd, ja, ja. En die wilden dat graag zo, dus dat werd ook gedaan. Ja. Er is een verhaal. Ja, het is bizar, maakt niet uit. Het past wel een beetje bij Halloween, denk ik. Maar. Ja, nee. Maar er is een... dat is dus dat in het boek... grappen maken, dat doe ik ook een beetje. Ja, maar dat heb je ook nodig, hè? Juist. En ik doe het namelijk ook. Juist, in jouw boek zeg je ook dat wat niet zo leuk is, is 's avonds naar die container die ledematen... Ja, dat vond ik ook wegbrengen. Heel voelbaar, ja. Ja, maar op een gegeven moment is er een momentje geweest dat je misschien wel eens die container in moest kruipen, want een van jouw teamleden was zijn pasje kwijt. Ja. En dat was mogelijk. Oh jee, dadelijk is het meegegaan. Dat was mogelijk in een van de vuilniszakken verdwenen, ja. Ja. Maar hij werd op tijd... Hij werd gelukkig op tijd gevonden, ja. En deze is dan ook raar, kom ik gelijk bij de volgende. Want je wil als vrouw, dat is dan wel in de buurt van het hotel... Maar je wil als vrouw niet alleen 's avonds laat in het donker verplaatsen over Canada en op de base. Nee, dat werd ons afgeraden, ja. Want het is dan toch wel weer een soort van een kleine stad. En wij mochten als vrouw inderdaad, werd ons geadviseerd om niet alleen 's avonds daar te lopen. Dus we konden dan inderdaad dan ook die duty driver, waar ik er eerder over vertelde, die de pendelbus tussen de slaapvertrekken en het ziekenhuis, die konden we bellen om ons op te halen om 's nachts te moeten gaan werken bijvoorbeeld. Nu kan ik me voorstellen dat als je als burger naar deze podcast kijkt, dat je denkt van, what the fuck, jullie zijn toch het leger? Hoe kan dat nou dat daar vrouwen niet 's avonds laten kunnen verplaatsen? Ja, nou, er zitten heel veel militairen. Er zaten ook een heleboel illegale mensen daar op de basis. Maar er zaten ook van die contractors op de basis die uit allerlei verschillende landen die daar zaten om dingen op te bouwen en neer te zetten. Dus er zaten niet alleen militairen op de basis. Mm-hmm. En het scheen vroeger te zijn gebeurd dat er wel eens vrouwen zijn aangevallen daar. Ja. Ja. Ik, wat jij nu zegt, hè, die klik... Moest ik even maken. Want ja, jij en ik weten, als je met Amerikanen gewerkt, die doen soms de dingen anders. En toen ik dat, de eerste zin, toen ik dat las, was natuurlijk in mijn hoofd, get the fuck out of here, kut Amerikanen weer met een debiele beleid. En eigenlijk is het, het is geen debiel beleid, want het is echt een kleine stad. Ja, ja, en alle dingen van een kleine stad gebeuren daar dan dus ook. Precies. Want je kreeg ook gewoon een bekeuring als je te hard reed met je auto bijvoorbeeld. Dus... Ja, en ze staan daar gewoon met een lasergun jou te lezen. Ja, klopt. En je moest een helm op, je moest verlichting op, je moest goed zichtbaar zijn. 'S avonds was natuurlijk geen verlichting, niks. Het was pikdonker. Ja. Dus ja, er waren natuurlijk ook regels. En ja, daar moest iedereen zich ook gewoon aan houden. Want anders wordt het natuurlijk helemaal een bende. Ja. Maar het was gewoon echt een kleine stad. Ja, precies. Ja. Dat moet ik ook altijd gelijk weer lachen. Hè? Wij Nederlanders nuchters, ik zei binnenring, buitenring. Ja. En als jij naar de buitenring gaat, wat op het einde van je boek ook eindelijk een keer gebeurt. Want ik geloof dat jij dan in het Kandahar, het ziekenhuis, hospital daar. Ja, het militaire ziekenhuis. Wil jij ziekenhuis eigenlijk een keer geweest zijn? Ja. Ik zeg niet dat je helemaal happy en gelukkig bent. Nee, zo bedoel ik dat niet, maar... Je... wilde dat wel een keer gezien hebben. Juist. Ja. Hou vast. Ja. Wil ik het, want dan gebeuren weer dingen. Dus hou eens op met mijn trekjes. Ik heb van die rare trekjes. Ja, toch? Ja. Ja, je broer kent je langer dan vandaag. Nee, precies. Dus ik moet... ik ben heel erg met mijn handen weer aan het praten. Dus dat ADHD en ik slik geen medicatie meer. Hoe heet het? Je pistool, je wapen. Laat even zien hoe gek die Amerikanen soms zijn. Jij, als de dreiging is of de buitenring ingaat, dan ga jij je wapen ophalen. Ja. En jouw wapen is dan een Glock, een pistool, 9 mm. Ja. Maar Amerikanen, die lopen daar constant met wapen, want dan krijgen ze extra centjes. Krijgen ze meer geld, ja. Ja, dat schijnt zo te zijn. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ik heb het van horen zeggen. Ja, maar dat is weer een stuk in gevarengeld, heeft dat geloof ik. Volgens mij wel, ja. Ja. Dus wie zou dat verteld wat een beetje over... Vertel eens wat over dat ziekenhuis daar in Kandahar.
Nou, super klein ziekenhuis. Mm-hmm. Maar wel alles aanwezig wat je nodig hebt. In Kandahar was het een rol 3 ziekenhuis. Dus dat betekent eigenlijk het meest uitgebreide ziekenhuis wat een militair of een legereenheid kan neerzetten. In de lijn het eindpunt. Ja. Je hebt zeg maar... De medische lijn bedoel je dan, ja. Je hebt een rol 1, dat is eigenlijk de huisartsenpost, hè, wat we hier in Nederland ook hebben. Daar gaat ook gewoon een huisarts mee. Als je wat hebt, ga je naar hem toe. Hij of zij verwijst je door naar de rol 2 die meegaat. Dus dat is bij ons gewoon in Nederland het ziekenhuis. Nou, rol 2, daar kunnen we life and limb saving surgery noemen ze dat. Dus we kunnen daar levensreddende operaties doen. Daarna heb je dan een rol 3 ziekenhuis. Dat is groter, uitgebreider. Daar kunnen we meer onderzoeken doen. We hebben daar bijvoorbeeld ook een CT-scanner staan waarmee iemand helemaal kan doorlichten. Mm. En we hadden daar bijvoorbeeld ook een neurochirurg bij ons voor hersenchirurgie, een gynaecoloog, een keelneus en aangezichtschirurg bijvoorbeeld. Terwijl in rol 2 heb je eigenlijk meer alleen een algemeen chirurg. Die kunnen natuurlijk ook een heleboel. Maar als je meer specialistische zorg nodig hebt, moet je dus Zit in de rol 2 ook een dierenarts? Of in de rol 3 alleen? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, op Kandahar hadden wij wel, de Amerikanen dan, die hadden een dierenarts bij zich voor de K9 honden. De verschillende honden die ook militair worden ingezet. En die kregen we dan soms ook wel eens bij ons op de operatietafel. Dus dat was op zich ook wel weer leuk. Ja, daar in een hondenpak, hè? Ja, dat moest ik natuurlijk ook nog een keer doen. Zo'n pak aan, ja. Dat was vlak voordat we weer weggingen eigenlijk. En ik had nog naar huis gebeld van, goh, zou ik dat nou wel doen met zo'n hondenpak en dit en dat. En nee joh, dat moet je doen en je gaat toch naar huis. En toen dacht ik, oh ja, dat moet ik inderdaad van een keer gedaan hebben. Kijk, dat beest. Ja, nee, maar die beesten, mensen weten dat niet. Daan vraagt dat. Deze honden redden ook levens. Absoluut. Want dit zijn de honden die we gebruiken om bommen op te sporen. Ja, zeker. En die honden kunnen ook gewond raken. Zeker, net als de absoluut. Mensen. Ja, had je goed vast? Ja, ik dacht dat ding gaat door dat pak heen. Op een gegeven moment zegt hij, wil je nog een keer? Ik zeg, ik geloof dat het goed is. Ik denk, we zijn klaar. Ja, oh, leuk, de ijskoolwagen. Ja, cone calf. Ja, de reden is gewoon echt... Ja, nou ja, het is gewoon een stad. Maar mensen zeggen daar, ik wil ook het leger in, dadelijk. Ja, nou ja, er vliegt af en toe een raket om je oren, maar je kan ook een soft ijsje halen, ja. Ja, ja. Ja, en het was ook wel heet, ja. Ja. Was op die foto te zien. Ja, nou ja, deze hond die was inderdaad met de Special Forces de poort uitgegaan. En die was dus gewond geraakt aan zijn neusje. Mm. En we hebben dus samen met de dierenarts en de aangezichtschirurg hebben we die neus weer rechtgezet. Ja. En of die daarna dan ook gelijk met pensioen gaat, weet ik niet. Of die een Purple Heart krijgt, weet ik ook deze niet. Deze hond heeft het gehad. Dat is goed dat je dit laat zien, Michel. Dat is een volgende vraag. Sorry. Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Ik zie heel veel bloed en bloedplasma. Ja. En als ik in het boek, daar schrok ik van hoeveel daar van er doorheen gaat. 30 units soms. Jij zelfs met je eigen bevalling. Ja, heb ik ook twee zakjes gekregen. Twee zakjes? Nee, maar hier is echt... Hier liggen er, 100, denk ik. Je zou ze eigenlijk even moeten tellen. Maar... Ja, maar... Nee, ja, dat is we noemen dat een massatransfusie. Je moet je voorstellen als iemand twee benen en een arm mist, dat je best al wat bloed kwijt bent. Hè. Een gemiddeld mens heeft 5 liter, 5, 6, grote vent, 6,5 liter bloed. Dus als je al 3 ledematen kwijt bent, ben je, laten we zeggen, misschien al 3 liter kwijt, een liter per ledemaat. Weet ik niet precies, maar dat gok ik even. En heel veel mensen die op zo'n bermbom gaan staan, dat geeft natuurlijk een enorme blast, een luchtdrukverplaatsing, recht omhoog waar jij boven staat. Dus heel veel van die patiënten die hebben dan dus ook een bekkenfractuur, dat je heupen, je bekken gebroken is. En daar kan je best wel heel hard uit bloeden. En daarnaast heb je natuurlijk allerlei andere verwondingen die je oploopt door die enorme drukgolf. En als er bloed uitloopt, wij proberen dat natuurlijk wel met man en macht tegen te gaan. De vinger in de dijk, om het zo maar te zeggen. En die tourniquets natuurlijk en noem het allemaal maar op. Maar dat moet ook wel aangevuld worden. En daar is de anesthesie dan altijd heel druk mee. Die zakken
de een met de ander te vullen, inderdaad. Ja. En dan komt mijn volgende vraag. Dus mensen, get your ass to the fucking blood bank, toch? Nou, ja, de Amerikanen hadden daar een eigen bloedbank. En wij als Nederlands leger hebben ook ons eigen bloedbank. Wij gebruiken vers bevroren bloed en plasma. En wat er in Afghanistan, in Kandahar dan gebeurde, wij zaten daar met de Amerikanen, was als de voorraad op was, hier als je iets bestelt bij een online winkel, heb je het dezelfde middag nog in huis. Maar in Afghanistan duurt het natuurlijk iets langer. Mm-hmm. Dus ja, als er nieuwe voorraad moest komen, ging er soms wel eens even een tijdje overheen. En dan maakten de Amerikanen gebruik van de Walking Blood Bank. En dat houdt dus in dat Amerikaanse militairen, voordat ze op uitzending gaan, helemaal medisch gescreend en gecheckt worden. Bloedgroepen, ziektes, noem het allemaal op. Die worden oké bevonden. En zodra ze dan dus in Kandahar of waar dan ook zijn en ze zijn nodig, worden ze opgeroepen, gaan ze naar het ziekenhuis. In kamer A kunnen ze dus direct bloed geven. En bij ons op OK2 kunnen wij het gelijk aan de patiënt geven. Mijn sick mind krijgt dus nou dan gelijk van, Dus voor ik weg ga, geef ik alvast wat bloed voor mezelf. Mocht ik gewond raken, doe even mijn eigen bloed, weet je. Ja, ik heb daar een paar zakjes in de vriezer. Nee, pak je H1! H1, ja, dat is voor mij! Weet je? Stickers erop. Stickers, ja. Ja, nou ja, zou misschien. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat zou kunnen. Dus de Walking Blood Bank. Ik had walking nog nooit van gehoord. Ik moest ook gelijk weer even aan de Walking Dead. Walking Dead denken. Nou ja, ja. Dus, het is, ik lus een kop koffie, Michel. Ik ben eraan toe. Jij maar een kop koffie of thee? Nou, kopje thee. Lekker. Kopje thee? Ja, toch? Ja. Hey, na jouw boek, straks duik ik gewoon weer in het boek. Dus deze podcast, gewoon over en weer. Er is best veel van jou te vinden op het op de World Wide Web. Zoals jij het in jouw boek noemt. Dan denk ik, joh, Mike, is er gewoon een fucking internet. Maar jij noemde het World Wide Web. Weet je? Niemand weet waar www voor staat. Nu wel. Ja, nu wel de World Wide Web. En hoe heet het? Dus je hebt eigenlijk, je zei het straks zelf ook, ik doe ook veteraan voor de klas, een taak erbij gekregen. Hoe bevalt dat? Ja, nou ja, wat ik zei, ja, onwijs veel spin-off van het boek. Geven van lezingen. Ik heb op Veteranendag in de Ridderzaal een mooie speech mogen geven. Ik heb een TED-talk gedaan. Ik word voor allerlei dingen gevraagd. Ik vind het alleen maar super gaaf en mooi. En ik ben dankbaar dat ik dat allemaal mag en kan doen. Juist, want ik vind het wel mooi dat je dat zegt, mag en kan doen. Ja. Want ik zie dat een beetje als veteraan. En misschien dat ik die dingen straks ook mag doen. En ik probeer dat ook met de podcast. Ik probeer terug te geven. Ik ben Defensie zelfs heel, heel dankbaar, weet je. Mm. Dus ik heb mensen mogen helpen. Ik ben ook in landen geweest waar mensen nog nooit zijn geweest. Ik heb gewoon echt heel veel te danken aan Defensie. En ook bepaalde skills, weet je. Allemaal via opleidingen van Defensie. Dus ik wil ook een soort van teruggeven en een andere blik geven. Weet je, voor mensen van Defensie. Kijk, dit is wie we ook zijn, wie we anders zijn. Beetje wat luchtiger, weet je. Ja. Dus dat doet me goed. Dus inzetten voor de veteranen, doe jij ook. Ja. En daar ben jij voor. En daar heb je waardering voor gekregen. In de vorm van de Witte Anjer. Ja, dat klopt. Ja, ik heb vorig jaar de Witte Anjerprijs mogen winnen, inderdaad. Ja. En wat is de Witte Anjerprijs? Dat is inderdaad een waardering voor iemand die zich inzet voor veteranen. Ze vonden in mijn geval dat ik met mijn boek, met de lessen op de scholen, presentaties, dat soort dingen, dat ik een brug sloeg tussen de militaire, de veteranenwereld en de burgerwereld om die link te maken met elkaar. Dat is je echt gelukt? Ja, nou, dank je. Nee, serieus, het is goed om te horen. Ja, je vertelt het gewoon goed. Dus dat is gewoon belangrijk. Ja. Veteraan voor de klas. Ik doe het nou niet meer. Ik wil het op mijn eigen manier doen. Niet voor, niet voor Defensie. Ja, ja, zeg maar, ik had me toen nog bij. Ik zit officieel nog bij Defensie. Maar toen heb ik me ook opgegeven voor veteraan voor de klas. Want ik dacht, mooi, dat is mijn kans. Ja, superleuk. Om gewoon die jonge lui te vertellen hoe het nou zit. Ja, en dat ze blij mogen zijn. Dat ze hier in Nederland 75 jaar in vrijheid leven.
Dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je overal wifi hebt. En dat als je op het lichtknopje drukt, dat het licht aangaat en dat soort dingen. Ja, dat probeer ik ook zo altijd wel een beetje mee te geven. Ja, dan ga ik nou even iets voorlezen uit het boek, hè? Dus nu we het toch over dat het niet zomaar is en dat mensen soms dingen... kijk eens. Voor... Service. Huh? Lekker, dankjewel. Thanks, bro. Heb je goed geregeld? Ja, dit is echt... we zijn echt een team. Team, mijn broer en ik. Dus, Ja, goed dat je dat zegt, dat niet alles vanzelfsprekend is. Ja, dat vind ik heel belangrijk om de jeugd mee te geven, ja. Juist, want op een gegeven moment, op enig moment, ik ga iets voorlezen, ben jij terug thuis. Je bent thuis en dan ga je eigenlijk voor de eerste keer weer aan het werk. Ja. En dan met je collega's. Dus ik ga een stukje citeren uit het boek, mensen. Hoe moet ik zitten? Nou, kijk gewoon naar jou, hè. Dus na mijn welverdiende verlof mag ik mij weer melden in mijn ziekenhuis. Ook daar moet ik even wennen, merk ik. Ik hoor collega's zeuren over het vieze smaakje van het water uit de kraan. Terwijl ik denk, je hebt tenminste schoon water uit de kraan. Of, nou, ik heb wel 10 uur gewerkt in mijn dienst. Terwijl ik denk, ik maak de standaard werkdagen van 10 à 11 uur per dag. En ik heb een hoop dood en verderf gezien die jullie in je hele carrière op de elkaar niet tegen zullen komen. Niet dat ik ze dat nou toewens, maar het voelt zo onbenullig bij wat ik heb gezien en meegemaakt. Ik moet alles weer even in perspectief plaatsen. Belangrijke zin vond ik dat. Ik ben nu hier in Nederland en heb weer te maken met onze Nederlandse problemen. Ja, dat klopt. Maar dat is waar ik ook vaak tegenaan ben. Kenny, nee, we zijn weer in Nederland. Ja. Zij zijn niet op missie geweest. Ja. Zij doen hun werk hier. Dat klopt, dat is zeker waar. Ja. En of dat je in de supermarkt loopt en denkt... 25 smaken kruisli, 3 dozen is ook genoeg. Weet je, 3 verschillende smaken. Heerlijk. Ja. Ja, wat jij zegt gewoon in jouw boek. Prachtig. Dus Maaike komt in haar boek op een gegeven moment thuis. En haar partner komt er dan achter van... Nou, zij doet best wel veel, weet je. Dat heeft hij dus gemerkt toen jij weg was. Ja. En jij hebt zoveel rust op een gegeven moment. En op een gegeven moment zeg je... Ja, ik ben gewoon de regie over mijn keukenkastjes kwijt. Ja. Ja. Ja, nou dat had ik ook. Weet je, normaal weet je prima wat je nog in huis hebt aan boodschappen en dingen. Maar ja, toen kwam ik natuurlijk terug. Ja, ik had de boodschappen niet gedaan 2,5 maand lang. Dus ik wilde boodschappen gaan doen. En ik dacht echt, toen ik in die winkel stond, ja, wat moet ik eigenlijk halen? Ik heb geen idee. Wat staat er allemaal? Staat er wel melk in de koelkast? Niet. Ik was inderdaad echt de regie over mijn keukenkastjes kwijt. Ik snap dat. Mijn broer heeft ook een tijdje bij mij gewoond. En dan ging hij ook boodschappen doen. Ja. En dan stond opeens alles anders. En dan werd ik helemaal gek. Dan denk je, oh, what the fuck? Ja. Dus ik was ook de regie kwijt. Ja, nou ja, inderdaad. Maar dat ben je dan ook gewoon. Maar dat zijn van die kleine dingen waar we tegenaan lopen. Ja, of dat iemand inderdaad in de rij staat met... het duurt allemaal te lang en dit en dat. En dan denk je, joh, weet je... Ja, ik heb ook wel eens haast. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het ook allemaal geen zin heeft. Ja. Ja. Ja, dan denk je gewoon, luid zijn mijn moeder, hou je bek. Hou je bek. Nou ja, net als dat water uit de kraan. Ja, je hoeft het niet te drinken als je vindt dat er een vies smaakje aan zit. Weet je? Ja. Maar het komt hier gewoon uit de kraan. Dus take it or leave it. Ja. Of zeur er niet over. Ja. Ik bedoel, wij stonden daar met flesjes die de hele dag in 50 graden stonden. En ik heb ook wel eens onder de douche, of mijn collega die onder de douche stond, die kwam van, we hebben geen water meer. Kan je misschien een paar flesjes pakken? Dan kan ik even mijn haar uitspoelen, weet je. Ja. Weet je dat ik dat nu nog doe aan waterbesparing? Ja, ik ook. Joh. Ik ook. Water. Maar ook hier, hè? Als ik, ook hier als ik me scheer, weet je. Scheer maar kraan uit. Aan. Ja. Uit. Ik ook. Ja, douchen. Ja. Kraan uit. Haar in soppen. Kraan aan. Haar uitspoelen. Ja. Ja. Michel, kun jij een stukje de speech van Maaike pakken? Van. Dat ze de witte Anja uitgereikt krijgt. Als je die vindt. Was je verrast wanneer kreeg jij te horen dat je... Ja, ik weet niet of ik daar echt een filmpje van heb van de witte Anja uitgereikt. Nou, ik bedoel het AD-artikel. Dat wil ik even laten zien. Okay. Omdat we daar net over hebben gesproken. Ja. Maar het was vorig jaar, hè? Want er staat nu natuurlijk dit jaar. Ja. 2019. 19. Wanneer kreeg je dat? Hij is vorige week voor 2020 uitgereikt, inderdaad. Ja. Het Veteranen Search Team heeft hem dit jaar gewonnen.
Het veteranen search team, ja. Dus hij kan ook naar een team. Nou, dat is mooi. Nou ja, Dennis en Mariska, dat ze, die hebben dat opgezet. Dus hij is in principe naar hun gegaan als veteranen search team. Okay. Laat eens zien, veteranen search team. Witte Anja, kijk eens, Michel, of je daar iets van vindt. Vast wel. Ben je er bekend mee, veteranen search team? Nee, ik volg ze wel op Facebook. Okay. Nou ja, ze worden dus ingezet bij vermissingszaken als iemand vermist is. Ze zijn toen begonnen met Anne Faber. En er zijn heel veel oud-militairen die dus meehelpen. Oh, die mee is toen door die TBS'er die ons was vermoord, Anne Faber. Die was toen natuurlijk een aantal dagen vermist. Ja. En hun hebben dat toen opgezet en zijn met, een paar honderd man, veteranen, oud-politiemensen, de politie gaan ondersteunen en op zoek gegaan. En volgens mij zijn ze het afgelopen jaar ook iets van 60 keer ingezet. En ze worden ook echt gevraagd door de politie om te ondersteunen. Top. Dus dat is echt super. Ja, ja goed. Ja. Ja. Wanneer kreeg je te horen toen je de prijs kreeg? Nou, ik kreeg eerst een telefoontje dat ik genomineerd was. Dat wist ik eigenlijk al niet eens. En daarna kwam een telefoontje van, dan en dan wordt hij uitgereikt. En alle genomineerden zijn aanwezig. Je moet naar Hotel Des Endes in Den Haag. En wij zaten daar dus met z'n allen. En werd natuurlijk van alles laten zien. En de andere mensen die ook waren genomineerd. Allerlei mooie verhalen. Mooie initiatieven ook. En toen kwam ineens de mededeling. De winnaar 2019 is Maaike. Nou, dat was ik dus. Dus wel een totale verrassing. Ja, okay. Maar wel onwijs eer om die prijs te mogen winnen. Ja. Ja, en terecht. Nou, ik zeg het ook. Het is niet alleen je boek, denk ik. Je doet ook nog wat meer. Dat komt natuurlijk voort uit het boek, dat je wat meer je verhaal kunt doen. Speaking of verhaal doen, TED Talks. Ja, ook gedaan, ja. Ja. Hoor jij ook iets? Ik hoor een soort van ijskowagenachtig iets, hoor je dat? Ja, ik ook. Nu niet meer. Ik wel. Ja? Oh ja, ja, ik hoor het. Dat is die fucking ijskowagen uit Kadal. Konecaf. Nou, er zat inderdaad wel een belletje op, volgens mij, op dat ding. Ja. Als die aankwam rijden. Zet hem maar even breed, Michel, want je bent aan het zoeken. Ik heb er eigenlijk nog nooit een ijsje van gegeten, moet ik zeggen. Thanks, bro. Ja, hey. Hier in deze wijk zijn gewoon kinderlokkers klaar. Je moet gewoon waar. Als dat belletje gaat, is voor mij alarm. Weet je? Even kijken. Bold and Brilliant. Dit is Surgery in a Life. Maar deze moest je ook in het Engels doen. Nee, gelukkig niet. Nederlands was dit inderdaad. Waar is dit, Gouda? Ja. 2010. Ja. Daar loop ik door het indrukwekkende Hiroshima Museum. Pauze. Ja. Oké. Ja, tuurlijk. Nou zie ik het. Ja. Openingboek en eindeboek natuurlijk. Dat is het, dat is het horloge. Kun je hem op het horloge zetten, Michel? Dan praat ik hem wel erin. Ja, dat komt. Kijk, ik doe nou ook wat jij graag doet. Ik improviseer en dan zie ik het wel. En dat houdt het organisch en erg. Dit is het horloge. Jij besluit na je missie met jouw partner, met Ray, om... fuck it. Het leven kan zo voorbij zijn. Je hebt heel veel leven en dood gezien. En je hebt altijd naar Japan willen gaan. En het is een beetje duur. Maar je gaat naar Japan en je gaat in het Hiroshima Museum. Waar natuurlijk die nucleaire bom op is gevallen. Ja. Later in, was het Nagasaki? Ja. Geloof ik, ja. En dan zie jij dit horloge. Ja, dat klopt. Ja, en dat... toen was ik ineens... Zonder dat ik me het had gerealiseerd en bewust van was, toch ineens even terug op die operatiekamer in Afghanistan, ja. Ja. Want? Nou, ik was eigenlijk terug bij een vrij heftige dag, denk ik, die ik die dag had. En ik had daar toen ook een zwart horloge vast van een van onze patiënten die onder onze handen was overleden eigenlijk. En dat horloge triggerde mij dus eigenlijk terug naar dat moment. Ja. Is dat want dan zag je, toen stond ik terug in die operatiekamer. Is dat die soldaat? Is geloof het een Canadees of een Britse soldaat waar je het laken van over het hoofd trekt en op een gegeven moment zegt van, en dit gezicht kan ik nou na 10, 11 jaar nog steeds zo voor me halen, zijn naam en zo. Ja, dat klopt. Ja.
Ja, is heel pakkend. Daarom zeg ik pauze. Ja. Dit, weet je, hier, kan, ja. hier kunnen we niet mee fucken. Dus, nee, je hebt goed gelezen. En ja, en daar eindig je. Ja, daar eindig je ook mee. En toen dacht ik, this bitch, fantastisch. Ja, de cirkel is rond. Was rond, helemaal rond. Ja. En zo voelde het ook. Klopt. Dus het is echt, ik zeg mensen, gaat het wakker boek lezen. Dus oké, we gaan terug naar de TED Talks. Ja. Dankjewel, bro. Indrukwekkende Hiroshima Museum. Ja. Japan staat al jarenlang... Oké, dit heb ik natuurlijk net verteld. Ga eens een stukje verder, ergens naar de helft ongeveer zo. En Japan is ook zo'n belangrijke thuisfront. En het hielp mij enorm om weer door te kunnen gaan. Mijn collega Hester en ik waren al er voor elkaar tijdens de uitzending. We sporten veel samen om het hoofd leeg te maken. We maakten immers hetzelfde mee. Ja, prachtig. Ik hoor Hester. Ja. En dat... Voor de duidelijkheid mensen, het boek het is echt Maaike door beleving, maar Maaike praat echt zo goed over jouw team. Het is ook het boek wel een beetje van jullie team. Dat denk dus, ik wel. Dat is echt waar, maar ja, het is echt zeg maar, jij beschrijft jouw dag belevingen, maar het is ook het boek van het team, als ik eerlijk moet zijn. Ja, absoluut. Dat denk ik wel, ja. We hebben het met z'n allen mee. Ja, echt, het is een beetje een ode ook aan het team. Nou, absoluut. En je zegt net Hester. En dat is jouw steun en toeverlaat, hè? Ja, dat was mijn collega uit het ziekenhuis, mijn defensiecollega. En zo gingen we weg als collega's die elkaar een halfjaartje kenden, denk ik. En we zijn denk ik wel teruggekomen als buddies for life. Ja, als ik er nu vannacht zou bellen, dan weet ik zeker dat ze bij me op de stoep staat. Ja, en andersom ook. Ja, mooi. Ja. Dat komt zo goed naar voren. Ja. En jullie proberen ook heel veel samen te doen. En jij, dit is zo herkenbaar. Zachtjes opstaan, zodat ik mijn buddy niet wakker maak op de veld. Nee, het is echt mooi. Ja. Zij komt met een kopje koffie. Ja. Ze heeft weer aan me gedacht. Maar dat doen wij ook. Dat is bij die kerels niet anders, hoor. Hier, maat, Een kopje. Je zit zo 24 uur per dag op mekaars lip in gevaarlijk gebied. Je maakt leuke momenten, maar ook veel minder leuke momenten mee. En ja, dat is niet te vergelijken met een 9-tot-5 baan. Nee, zeker niet. Nee. Zeker met de indrukken die je maakt en de ervaringen die je deelt. En je praat er met elkaar over. En je hebt aan één blik genoeg. Je weet precies... Van elkaar. Ja, van elkaar wat de ander bedoelt. Die bewuste dag met dat horloge waar we het net over hadden. Mm. Ik had gewerkt met mijn collega van de anesthesie Jeroen. En anesthesist Peter. En die jonge man was dus overleden bij ons. Dus dat komt even binnen. En dat was dezelfde dag dat onze Nederlandse mariniers Mark Harders en Jeroen Houweling in Uruzgan gewond waren geraakt en waren overleden ook. Dat wist ik niet, want ik was de hele dag aan het werk. En op zaterdag hadden we altijd de cake op de week. Even een gezellig samen zijn in de Dutch Corner met een glaasje cola of water. En dan werd er vaak even verteld hoe het die week was geweest in het gebied rondom ons. En daarna ging je een potje darten of tafelvoetballen. Dus ik dacht, prima, ik ga er even naartoe. Even dit achter me laten. En ik kom daar aan en die Dutch Corner is op 3 mensen na leeg. En ik zeg, joh, waar is iedereen, weet je? Hallo, de cake op de week is altijd, daar moet je bij zijn. Ja, heb je het niet gehoord? Ik zei, nee, ik ben vanmorgen om 7 uur begonnen en... Het is nu 10 uur, ik ben klaar. Er zijn 2 mariniers overleden in Uruzgan. Misschien het artikeltje even pakken, Michel, van die twee jongens. Ja, en... Van Houwelingen en hoe heet die? Ja, Mark Harders en Jeroen Houweling. 2 mariniers inderdaad. En de derde zwaar gewond geraakt. En weet je, dan komt het even zo dichtbij. Ik kende geen van 3... Maar er zijn wel 3 jonge collega's van je overleden. Dus ik had daar echt wel even een knakmoment in die Dutch Corner. En ik ben naar mijn kamer gelopen. En ik deed daar de deur open. En het eerste wat Hester zei is, zeg maar niks, ik weet het al. En, dat gaat snel als iets met Nederlanders is. Dat ja, weet lijkt. Je, ze pakte me beet. En we hebben daar met z'n tweeën, ik geloof wel 10 minuten staan janken. En dat is heel... Fijn dat dan even kan, die schouder om even op uit te kunnen huilen. Ja. Ja. Heel belangrijk ook, denk ik. Ja. Ja.
Ja, want op enig moment moet je ook nog... is het de vraag of je daarbij kan zijn, hè? Bij de rempceremonie. Ja, dat klopt, ja. Dat wil jij heel graag, geloof ik. Want het is de vraag, gaan de jongens eerst, komen ze eerst naar ons? Ja. Dan, hè, want hun zaten in Uruzgan juist. In de andere provincie. Juist, en het heeft te maken met koeling, toch? Ja, want er was toen die vulkaanuitbarsting in IJsland, geloof ik. Ja. Daardoor was er allerlei roet en as in de atmosfeer, waardoor er niet gevlogen kon worden. En, maar ja, die jongens die moesten naar huis, maar dat ging dus niet. En in Uruzgan hadden ze een kleinere koelcapaciteit voor in het mortuarium. Ja. En bij ons in Kandahar was dat dus groter. Dus er was inderdaad sprake van dat de jongens eventueel eerst naar ons gingen en dan bij ons vandaan via allerlei omwegen terug naar huis. Ja, ja. En als ze bij ons zouden komen, dan had ik daar zeer graag bij willen zijn. Ongeacht dat ik ze absoluut niet kende. Maar dat, ja. Ja, want dat is het laatste wat je voor ze kan doen. Ja, want er is nog ergens, moet je even bij mijn aantekeningen kijken, Michel, in dat mapje. En dan trek ik een vergelijking naar Tom Christ, dat is een quote. Dat is een tekst in het boek, ik wil even de bladzijde weten, Michel, dan pak ik hem dadelijk daar wel op. 164. Het raakt heel erg namelijk. Ja, kijk hier, het grijze deel. We zetten alles op alles om de patiënt stabiel genoeg uit te kunnen vliegen. Ik heb liever dat een collega zwaar gehavend naar huis gaat en in het bijzijn van familie en vrienden komt te overlijden dan hier in een ver en vreemd land. Ja, dat raakte me wel. Ja. En waarom zeg ik dat? Je hebt het over die jongens, Jeroen en Mark, die overlijden. Maar die gaan ook dan toch weer zo snel mogelijk direct door. Ook als je overleden bent. Klinkt misschien heel raar wat ik zeg. Is die keten om de mensen zo snel mogelijk thuis te krijgen. Ja. Gaat door. En toen ik dat net, wat ik net oplas. Toen dacht ik gelijk aan. Ja, dat is dan wel bij Tom Christ gebeurd. Die is dan wel in bijzijn van zijn familie mogen overlijden. Ja. 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 Dus dat zeg ik, als militair, als je daar hebt rondgelopen, dit boek heeft zoveel linkjes die je in je eigen als militair veteraan kunt leggen. Jongens, met dames, als je daar hebt rondgereden en hebt gewerkt, ja, lees het. Lees het boek. Het is gewoon, het is heel raar. Het is het verhaal van iedereen. Ik denk ook echt dat het heel belangrijk is, vooral voor de familie, dat ze iemand nog even hebben kunnen zien. Ja. Ook al ziet iemand er misschien niet al te best uit, om het zomaar even te zeggen. Maar ik denk dat dat voor hun verwerking echt wel goed is. En misschien nog even hebben kunnen spreken als ze bij waren. Dat weet ik niet met Tom. Maar ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Mm-hmm. En ik hoop dan dat ze inderdaad misschien nog even iets met elkaar hebben kunnen bespreken voordat het moment dan daar was. Ja. Ja. Heftig, kijk, dat zijn van die heftige dingen. Hè? Ja. Ja. Maar je hebt het ook wel eens, wat ook wel regelmatig in het boek terugkomt, is dat het wel eens behoorlijk kan ruiken daar in die operatiekamer. Dat is, ja, toch? Ja. En tartaar heb je een tijdje niet meer kunnen eten, tartaartjes. Nee, ik vond dat bij thuiskomst deed me dat wel herinneren aan de geur van het verschroeide vlees, inderdaad. Bermbom, explosie. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Ja. En dat heeft wel een bepaalde geur, ja. Ja, ja. Ja. En niet alleen die geur, ook de ontbindingsgeur, kan dat al? Dat als vlees een beetje... Dat is anders. Dat rook je dan in die fijne container waar je alles moet doen. Die kon het niet bijkoelen, denk ik, die 60 graden. Ja, wat heel veel veteranen hebben, dat heb ik nou ook nog. Als ik ergens loop en een bepaalde geur ruik, zit ik gelijk daar. Of in Bosnië, als ik een soort van kacheltje brandhout ruik, zit ik in Bosnië. Ja. Dan ben ik daar, dat voel ik. Dat. Ja. Of muziek inderdaad, bepaalde nummers. Heb jij dat met geuren, ook met geuren? Veel veteranen hebben dat hoor, als ik dat ruik, dan ben ik gelijk. Nou ja, ik denk niet alleen veteranen, ik denk dat iedereen vooral dat met heeft, muziek, een bepaalde zomerhits, dat je denkt, oh, dat was die vakantie daar en daar in Turkije, dan was dat nummertje, weet je wel. Dat herkent iedereen wel, denk ik. Maar met geur, geur is natuurlijk een hele sterke trigger inderdaad.
Nee, ja, er zijn wel, wel dingen die dan weer even terugbrengen. Ja. Zoals inderdaad dat tataartje in de pan laten glijden. Ja, ja, we moeten de dingen gewoon benoemen zoals ze zijn. Dan komt ook die vraag aan jou. Ik weet niet, de hoofdchirurg die staat dan en die zegt... Oké, heeft iemand nog ideeën? En dan is het, moeten we nu stoppen? Het is echt niet dat hij alleen zegt, het is over. Nee. Wie weet komt er nog een idee van... We hebben dit nog niet gedaan. Juist, of, ja. Maar het is eigenlijk vrij snel duidelijk bij jullie. Ja. Iedereen, we hebben er echt alles aan gedaan. En dan is ook gewoon iedereen stil. Dan praat niemand meer. Nee. Iedereen wil wat hij moet doen. Ja. Ja, en dat was echt wel een... is wel een pittig, behoorlijk moment in het boek. Ja, dat was inderdaad die dag met dat horloge wat ik daarna vond. En terugbracht bij de rechtmatige eigenaar. Mm-hmm. Ja, en die lag onder een wit doek in een andere kamer, ja. 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 Heftig. Ja. Pittige shit. Maar ik moet zeggen, ik blijf het zeggen, het is belangrijk dat je het op papier hebt gezet. Zeker voor ons... Zo voor was het daar. Ja, voor degene die... De realiteit. Ja, maar de realiteit is ook dat je daarna verder moet en een bakje moet drinken. En gaat sporten. Want de volgende dag heb je gewoon weer dienst. Ja. Dus dan moet je er wel weer van zijn. Ja. 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 Het ene moment sta je inderdaad met iemands hart in je handen. Mm-hmm. En het andere moment is het weer tijd om te gaan eten. Ja. En dan ga je naar de diefek. Ja, dat is zo. Ja. En er zijn verschillende eetplekken. Er is ook zelfs een moment geweest, dat komt ook daarvoor, dat op een gegeven moment de verloofde van de gewonde, die is daar. Ja. Dat Want die zijn samen op missie, toch? Die zijn allebei... Dat was een Britse stel, inderdaad. Dat was heel bijzonder, want zij was meegevlogen, inderdaad. Hun kwamen van Uruzgan naar ons gevlogen, volgens mij. Want hij had hersenletsel. Dus hij moest geopereerd worden aan zijn hoofd. En wij waren natuurlijk een rol 3, dus we hadden een neurochirurg bij ons. En zij was meegevlogen, ja. Dat vond ik wel... vond ik wel pittig. Omdat er dan gewoon iemand ook naast staat. Ja. Een partner bij is. Die toch ook wel licht in paniek is. En wil weten hoe het gaat. En dat soort dingen. Dus dat vond ik wel... Weet jij of zij gewoon als... Want dat hebben ze ook wel eens. Military families. Die worden dan uitgezonden. De vrouw en de dochter werken bijvoorbeeld in de PX. Terwijl de vader... Snap je? Op die manier zou kunnen. Maar ik weet niet. Was zij toevallig... Was zij ook militair? Nee, zij was ook echt militair. Ja. Ja. Hij is leeg. Hij is leeg. Nou, die tip, die begreep hij niet, maar... Doe even wat bloed, wat plasma, even dingen. Nee, ik hoef geen koffie meer. Het boek is ongelooflijk, heeft het mij geraakt. En ik ga langzaam de podcast afronden. Of jij moet nog iets... willen zeggen, want ik heb volgens mij een beetje emotioneel nu, of niet? Nou, sommige momentjes komen weer even wat herinneringen boven, maar gaat prima, weet je. Maar ik werd wel even emo net. Het mag er zijn. En het zou gek zijn als ik er niet emotioneel en jij ook niet. Dan sta je er nog verder vanaf. Het zou natuurlijk gek zijn als je er niet emotioneel van wordt, toch? Ja. Ik bedoel, het is wel heavy shit. Ja, precies. Er komen heel veel dingen terug. Ja. Heb je dat, dan gaan we bijna afronden hoor. Want heb jij wel eens dat je terugdenkt of boos bent van, fuck, had ik dat maar gedaan? Of hadden we kunnen redden? Of heb je dat nooit gehad? Nee. Snap je mijn vraag? Nee, ik denk wel eens terug op sommige momenten, 4 mei of dat soort dingen, of als je het erover hebt. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we niet alles eraan hebben gedaan. We hebben altijd alles gedaan wat we konden doen. Ja, want 4 mei is dodenherdenking. Is voor jou een hele andere wending heeft dat gekregen? Ja, dat heeft nu wel andere betekenis dan voor mijn uitzendingen. Ja, dan zie je weer even die gezichten weer even terug. Ja, want jij hebt ook 4 dodenherdenking op Kreta gehad toen. Ja, dus ook een keertje inderdaad. Anders. Ja, klopt. Ja, ook nog een keer op de Dam gestaan in de Erecouloir. Dat was ook wel heel bijzonder. Ja, dat zijn dan ook wel weer mooie dingen. Of aan boord van een marineschip heb ik geloof ik ook een keer 4 mei
staan vieren klinkt een beetje raar, maar herdenken. Herdenken, ja. Herdenken, inderdaad. Ja, op groot scherm. Herdenken de doden en we vieren de vrijheid. Juist, ja. Inderdaad. Dus je bent op cruise geweest met de marine. Ja, ja, nou ja. Andere wereld, hè? Andere wereld, ja. De wondere wereld van de marine, maar ook super gaaf om een keer mee te maken. En ja, het is mooi dat er gewoon... Ik zat toen op de Karel Doorman. Gewoon twee operatiekamers, een intensive care, verpleegafdeling, het laboratorium aanwezig. Gewoon een compleet ziekenhuis aan boord. Ja, dat is... Gewoon een drijvend ziekenhuis. Gewoon een drijvend ziekenhuis. Ja. Dat is toch gaaf? Ja, geweldig. Ja. Maaike, ik wil je heel erg bedanken. Ja, jij ook, bedankt. Podcast. Vond het leuk. Wel gelukkig. Ik ook. Ik had me ook heel erg verheugd op deze podcast. Ja, nou mooi. Goed mijn huiswerk gedaan. Nou dus, zeker, zeker. Je hebt zeer goed gelezen. En ik kan iedereen dit boek, Oorlog in de Operatiekamer, aanraden. En top. En je gaat die shit voor mij nog even signeren. Ja, ik ga zeker nog even wat voor je erin zetten. Okay. Ja, zeker. Ja, top. Je bent een topwijf. Echt klasse. Dank dat je hier was. Je mag ons eruit gooien, bro.